Wat is Black Sun Empire? Black Sun Empire is een producers collectief. We maken vooral eigenlijk drum en bass. Ook wel een beetje andere genres, zoals dubstep, een beetje techno. Maar eigenlijk onze main ding is drum en bass. En dat doen we nu, denk ik, 6 jaar professioneel, zeg maar. Leven ervan. Jullie organiseren jullie eigen feesten, Blackout. Ja. Zie je daar ook verandering in qua populariteit? Nou, eigenlijk niet. Toen wij begonnen, zo'n beetje 6 jaar geleden, toen was er in Utrecht niet zo heel veel op te doen op drum en bass gebied, qua uitgaan. En dat was er wel toen wij jonger waren. Toen was er in Tivoli altijd ook veel te doen. En toen wij begonnen, toen was het eigenlijk al gelijk populair. Dus ja. Vanaf de eerste avond zat het helemaal vol en dachten we van nou, dit wordt echt een succesverhaal. Wat hebben jullie voor publiek? Nou, de mensen wonen daar. Ja, ja hier. Je haalt het wel mee, een beetje mee op. Die horen ons het meest, die horen ons de hele dag. Ja. Nee, het is best wel verschillend. Het is wel redelijk jong publiek, toch wel. Van denk 15 tot begin 20, dat is het grootste deel van je publiek. Van skaters tot alternatief, tot emo, maar tot kakkers, weet je wel. Je ziet ze allemaal. Hoe staat het met jullie populariteit in het buitenland? Wat is bijvoorbeeld een land waar jullie wel echt bekend zijn? Ja, voor ons is het in Europa. Hoe oostelijker je komt, hoe groter we zijn, denk ik. Ik kom net uit Roemenië dit weekend en daar was alle clubs al helemaal afgeladen vol. Dus daar doen we het heel goed. Ja. Komen we dan ook echt voor jullie? Ja. Jullie hebben net een tour in Amerika achter de rug. Ja, hi. En hoe was dat? Ja, dat was leuk. Dat in Portland was echt een heel leuk optreden. In L.A. ook. L.A. was zelfs was de club. De promoters waren de club kwijtgeraakt. Dat gebeurt wel heel vaak. Ik weet niet waarom. Maar ze hadden ruzie gehad met de eigenaar. Dus het moest nu in iemands loft. Die woonde in een soort van warehouse. Maar ja, die had daar gewoon een club in gebouwd en dan gaf hij wel eens feestjes. Dus er paste gewoon een mannetje of 400 in. Ja, hartstikke illegaal, maar het was wel lachen. Ja, voor de ruigen meer naar Oost-Europa, denk ik. Ja. Nee, ze staan, zeker toen we daar voor de eerste paar keer kwamen, stonden ze allemaal zo vrolijk stil naar je te kijken. Ja, weet je, we komen naar de DJ kijken. Vet. Over je schouder meekijken, als ja, het ware. Dat hoort helemaal niet op een DJ-avond. Hè. Jullie moeten dansen. Ja, het is gewoon echt een concertcultuur. Dus ze komen kijken. Ze denken ook dat je een soort van een act geeft. Terwijl vinden ze het hartstikke leuk. Ja. Alleen, ze dansen niet. Of weinig. Een beetje zo. Denk je, ben ik wel goed bezig? Ja, precies. Maar dan komen ze naar de hand zo. Ah, dat is echt het vetste ooit. Apart. Het land is denk ik meer voor rock en metal en dat soort dingen. Dat zijn ze veel meer gewend. Ze zijn veel meer gewend aan country, maar ja, dat moet je sowieso niet van hier maken en dan daarheen gaan. Ilse de Lange schijnt het goed te doen. Maar het is voor dance muziek is het niet echt het beloofde land, moet ik zeggen. Waar zien jullie jezelf staan over 10 jaar? Ja, dat is een moeilijke vraag, want dat weten we dus niet zo goed. Hopelijk maken we dan gewoon nog steeds muziek. En ik denk niet dat ik denk niet dat ik wil blijven DJ'en nog. Zeg maar 15 jaar. Nou, maar 10 jaar toch nog wel? Nou ja, 10 jaar. Je weet het niet. Misschien vind je het dan wel heel leuk. Het is moeilijk om te zeggen van tevoren. Ik had 5 jaar geleden ook niet gedacht dat ik het zo leuk zou vinden om te DJ'en. Want ik was helemaal niet zo begonnen. We hoeven niet per se in de top 40 of zo. Dat is niet een ambitie. Nou ja, als we dit kunnen blijven doen en er van rond kunnen blijven Als we muziek kunnen maken tot we heel oud zijn, dan is het gewoon heel, heel mooi. En dan zijn we heel blij.